In de synagoge aan de Nonnenstraat in Nijmegen kwamen afgelopen weekend Joden en moslims bijeen. Het doel was om met elkaar in gesprek te gaan en taboes te doorbreken. Journalist Sinan Can was de gespreksleider. Wat er gebeurde is dat er kleine groepjes werden gevormd. En elk groepje kreeg zes stellingen en moest zeg maar over die stellingen discussiëren. En dat zorgde eigenlijk voor hele mooie gesprekken tussen mensen. En dan zie je toch ook dat we vooral in een tijdperk leven waarin men gefocust is op verschillen. Op verschillende meningen, verschillende etniciteit, verschillende religieuze achtergronden, verschillende denkbeelden, ideologieën, noem maar op. Maar als dan zo'n groep mensen met elkaar in discussie gaan, dat er toch mooie dingen ontstaan, namelijk een goed gesprek. En ook begrip voor elkaar. Dus ik vond het heel bijzonder. Uiteindelijk na die korte gesprekjes en na het interview zijn ze samen gaan lunchen. Ja, en dat was toch ook wel weer bijzonder. Ik vind het eigenlijk heel ontroerend eigenlijk om te zien. Dat mensen als ze voor elkaar openstaan, dat daar mooie dingen uitkomen. Dit past ook helemaal bij Nijmegen. Daarom, ik ben geboren en getogen in Nijmegen en ik woon er nog steeds. Mijn liefde is ongekend voor deze stad, ook door dit soort dingen. Ik vind het, ik woon er al 39 jaar. Het is een harmonieuze stad en blijft harmonieus. En ook door dit soort dingen, denk ik ook van, ja, dat maakt me dan weer ook weer trots inwoner van de stad eigenlijk.